Goedemiddag. We hebben in de ministerraad stilgestaan bij de ramp dinsdag met het vliegtuig van Germanwings. Er heeft zich in de Alpen een immense tragedie afgespeeld, met een naar het zich nu laten aanzien ook dramatische oorzaak. 150 mensen hebben daarbij het leven verloren. Verschrikkelijk nieuws dat ook in Nederland hard is aangekomen. Onder de slachtoffers was ook een jonge Nederlandse vrouw. Ik wil namens het kabinet vanaf deze plaats ons diepe medeleven uitspreken met alle nabestaanden. We hebben ook gesproken over de ramp met vlucht MH17. Deze week is, zoals u weet, een fact-finding missie in het rampgebied. Die missie heeft ook stoffelijke resten gevonden die morgen naar Nederland worden overgebracht. Daarbij zal het inmiddels gebruikelijke ceremonieel in acht genomen worden en namens het kabinet zullen minister Van der Steur en minister Bussemaker ook aanwezig zijn in Eindhoven. Dan wil ik ook enkele opmerkingen maken over de economische ontwikkeling in Nederland. Het CBS heeft de raming van de economische groei voor 2014 naar boven bijgesteld, naar 0,9%. Ook stelt het CBS vast dat de banengroei sterker is dan eerder werd gedacht. Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen lag in het vierde kwartaal 50.000 hoger dan in het derde kwartaal. Dat is goed nieuws. De Nederlandse economie trekt echt aan en uit de cijfers zien we stijgend consumentenvertrouwen, stijgende consumptieve bestedingen en dus het vertrouwen dat zich uitdrukt in economische groei. We lichten op groen, maar we zijn er nog lang niet. Nog veel te veel mensen zitten werkloos thuis. We gaan als kabinet dus door op de ingeslagen weg. We zullen alles doen wat in onze macht ligt om te komen tot een nog sterkere economie met nog meer banen. Ten slotte zagen we dat Noord-Holland vandaag een grote stroomstoring kende. Intussen lijkt de situatie wat te verbeteren en te normaliseren. Er is helaas aanzienlijke overlast ontstaan. Op Schiphol, op het spoor, op de weg. Tennet werkt op dit moment aan het herstel. Het ministerie van Economische Zaken staat in nauw contact met Tennet en houdt de situatie scherp in de gaten.